wat er gebeurde in de vorige aflevering. Ik heb hier een hand. Oh, hier zit het. Hier. Nee. Ik vind dit wel leuk. Dit is wel heel leuk gedaan. 43, 44, 45. Oh, maar deze is ook echt moeilijk. Deze moet hier. Nee, ik ga ze gewoon een beetje... Hier. Ja, oké, okay, ik heb er weer één. Ja, maar gast, kijk wat ik hier heb. Oh, ja, ik heb ook heel veel. Ik heb er ook belachelijk veel. Gewoon een beetje aanklooien. Ja, die is goed. Ik heb er weer één goed. Ja, maar ik heb gewoon een zwarte. Deze is waarschijnlijk ook goed. Oh, deze moet denk ik ergens onder. Ja, dit is een hand. Dit is haar hand. Ja, ja, die is ook goed. Die is goed. We gaan de goede kant op, Robin. We gaan de goede kant op. Nee, die is fout. Oh mijn god, ze hebben namen, Robin. Waarom zijn we moeilijk aan het doen? Ik heb je puzzel 39. Oh nee, niet. Ze hebben geen namen. Ik heb zijn schouder. Ja, dat is goed. Een en al grijs heb ik hier met een beetje wit puntje bovenop. Dat zou haar kapsel wel zijn, daar. Gok ik deze. Ja. Dan heb ik hier een en al wit weer. Die kan... Waarschijnlijk heb ik die. Je pakt mijn dingen op. Ja, die is deze. Ik heb deze. Nee. Oh, dat is deze. Ja. Dan deze hier moet waarschijnlijk dan hier op het hoekie. Klopt deze? Ja. Oké. Okay. Klopt. Die recht, deze. Jawel, ja, dat is, kijk, ja, dat klopt. Dan heb ik hier weer een en al een beetje grijs. Misschien hier. Nee. Even kijken. Ik heb nu... Ik vind dit leuk. Ik vind dit serieus leuk, heel leuk gedaan, dit. Wat is dit? Oh, ik heb zijn bovenkant van zijn kapsel. Zo. Nice. Ik heb hier haar schouder. Dan hebben we hier nog een beetje een soort... Oh, ik heb hier deze. Hop. Deze heb ik hier. Nee, huh? Ja, die hoort hier wel. Soms moet je ze draaien. Dan heb ik hier nog een beetje grijs. Met een beetje heel donkergrijs zelfs. Hmm. Ik heb hier ook heel veel grijs. Met zwart aan de... Ah, ik heb hier haar arm. En deze. Dan heb ik hier haar andere kant van haar kapsel. Ja, dit gaat goed. Ik ga hard. Ik heb hier volgens mij nog een stukje van een hoofd. Ik heb hier deze? Ook een nee. soort... Wat is dit? Is dit hem? Nee. Is... Heb jij... Waar is het laatste stukje van haar hoofd? Is dat deze? Dat is deze, ja. Die heb ik. Dan... Dit oh, is hier, waarschijnlijk het schouder? Laatste beetje van haar haar. Nee. Even kijken hoor. Hier misschien. Heb jij nog iets ja. Met wit? Ja, ik heb die iets met moet wit. Dan hier. Ja, dan hebben we deze nog. Die is ook met een beetje wittig deze erin. Deze moet denk ik hier, ja. Dan schok ik die. Nee. Ja, en dan moet dit denk ik hier, ja. Deze moet daar, ja. Deze moet dan hier. Nee, dat... Oh, die heb jij dan. En dan heb oh, ik deze. Hij is gedraaid. Oh nee, niet. Kijk, ik heb ze... Ja. Deze. Oh. Boing. Yeah. We hebben hem. Oh, we hebben hem gemaakt. Wat was dit leuk? Dit vond ik een leuke opdracht. Ja, dit ik vond ook. Ik serieus een leuke opdracht. Oké, okay, de laatste. Maar... Oh. Oh. Huh? Betekent dat task 1 nog niet compleet is of zo? Dan komen we zo al. Laten we eens 3 uitvoeren. Ja. Ja, ik denk dat 3 dan is... Nu moet je oefenen om te handelen. We hebben een belangrijk geheim. Chef van de bibliotheek, Max, is onze grootste vriend. We hebben een deal met hem. Je moet hem de beste kaarten geven, zodat hij het toernooi wint. Het is jouw taak om een pokerdeal opnieuw te maken. Leg alle kaarten op de juiste plek, maar eerst moet je alle kaarten vinden en alle instructies waar je ze moet neerleggen. Onderzoek alle casino's en vind alles wat je nodig hebt belangrijk. Er kunnen 2 of 3 tekens zijn om de uitvoering van een kaart te beschrijven. Het zal duidelijk zijn, zodat u de exacte plaats van elke kaart weet. Oh, waarom word ik hem met u benoemd? Als u de tekens vindt. Je hoeft letterlijk geen kennis te hebben van poker. Zojuist... Volg de instructies. Dat komt omdat je niet goed hebt gezocht. Lees de tips. Oké, laten we eens gewoon zoeken. Of we alles kunnen vinden. Oké? Ja, oké. Gaan we doen. Op zoek naar de poker. Maar ik heb dus al een ruiten 5. Ik heb schoppen 7. Welke verdieping ben jij? Op de begaande. Oh, er is ook nog een tweede vloer. Controleer het plafond. Moet ik hier al zijn? Ik weet niet of ik hier al moet zijn. Hebben we niet alle kaarten al? Nee, want iedereen moet 2 kaarten hebben, neem ik aan. Oh, we hebben zoveel kaarten nodig. Ik doe wel deze hele begaande vloer checken. Oké, ja, ik ben op de tweede vloer, maar ik weet niet of ik hier moet zijn. Bekijk de plafonds op kamer 8, 9, 10, 11 en 12. 8, kamer 8. De rivier is de 5e kaart op tafel. Oh, nee toch. Wat is de river? De river, sorry. De river. Oh, jee. Max? Ja? Ik heb hier op de kamers heb ik hints liggen. Hier bijvoorbeeld, Mac Dermo haat 7 en 10. Hij heeft kaarten die er tussenin liggen. Oh dus mijn god, Ace of Space is what Maverick likes the most. Dus een, hebben we een aas... Oh, die heb ik. Oh nee, een aas van... oh, wat irritant. Wat irritant. Dit gaat moeilijk worden, jongens. Nog meer hints hier. Oké, ik weet dat de linkerkaart moet een... Van Maverick, de linkerkaart... Moet een schoppen aas zijn. Dat weet ik al gegarandeerd. Heb jij schoppen aas? Nee, ik heb een ruiten 5. Ik heb de harte koningin. Harte vrouw dus. Ik heb een schoppen 8. Ik ga naar de tweede verdieping. Ja, daar ben ik ook.
Nee, ja, er is, sorry. Ik heb de schoppaas. Die heb ik gevonden. Oké, okay, de schoppaas. Dus die en ik weet waar die moet. Maverick. Ja, zijn linkerhand. Want ik had twee hints gevonden waaruit lijkt dat zijn linkerhand zijn favoriete hand is. En dat de is die rechterkant aas. Van Worm is zwart. Worm heeft een 10 en een 10. Dus een zwarte 10. Ja. Schoppen aas, schoppen 8, harte koning en schoppen 7. Dus het moet. Oh, hier heb ik een harte 7 gevonden. Ze hebben een zwarte 10 nodig. En dan is die aan de rechterkant van. Ik heb een klaver aas. Oké, okay, wacht. Ik ga eens de schoppen aas even doen. Schoppen aas in de linkerhand van Maverick. Coin. Dat hebben we gedaan. Dan zag ik hier ook een heel belangrijk bordje, Robin. Ik heb namelijk hier een harte aas. Lahiri heeft de schoppenvrouw en klaver 3. Lahiri heeft de schoppenvrouw en een klaver 3. Heb jij een van die twee? Nee. De linkerkaart van McDermott is groter dan de rechter. Oké, okay, dus dat is een hogere kaart, maar dan moeten we eerst weten wat de linker is. Ah, ik heb een klaver 10. Oh, dat is de rechterhand van, wat was het? Ik weet het niet. Oh, wat zijn het veel dingen die we moeten weten. Rechterhand van Fulus is een ruiter 5. Heb jij die? Ja. Oké, okay, dan moet hij naar de rechterhand van Fulus. Oké, okay, ja, ik ga eerst heel even elke kamer checken hier en dan kan ik in ieder geval niks meer vinden. En dan kunnen we daarna nog samen gaan kijken. En dan weet let maar op, dan weet ik zo meteen niet meer waar ik bij op ben geweest en niet. Zoek je ook naar bordjes met hints? Ja, ja. Die zijn belangrijk, daardoor weten we wat we moeten doen. Ik zoek naar alles. Alles wat ik kan vinden. Oh, ik heb de harte 10. Nice. Dan hebben we de twee tiens hebben. Voor wie zijn die dan? Daar had ik een bordje van gevonden. Oké, okay, ik kom weer naar de begane grond. Ja. Oké, okay, zeg het maar. Oké, okay. Als het goed is. Ik geef ze allemaal aan jou. Alle dingen. Oké, okay, dan ga ik de bordjes ga ik opzoeken. En dan noem ik gewoon alles op wat ik vind. Ja, dat is goed. Komt-ie. Ace of Spades is wat Maverick likes the most. Dus, oftewel, dat is een schoppen aas, toch? Ja. Oké, okay, en dan staat hier. Maverick heeft zijn favoriete kaart in zijn linkerhand. Dus dan klopt het dat daar de aas goed ligt, ja, toch? Ja, dat klopt. Oké, okay, dan gaan we het volgende ding zoeken. Lahiri heeft een schoppenvrouw en een klaver 3. Lahiri heeft een schoppen wat? Schoppenvrouw en een klaver 3. Ja, die heb ik allebei niet. Oké, okay, dan moeten we die nog vinden. De river is de vijfde kaart op tafel. Maar ja, wat is de river? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de river. Dat noemen ze zeker. Dat is een pokertermen zeker. En dan moeten ze zeggen dat we geen pokerkennis nodig hebben. Ja, letterlijk hè. Maar ik ga mijn grote vriend Google erbij pakken. In poker is de rivier de laatste speelkaart die door de spelers gebruikt kan worden. Oké, okay, dan hebben we geen idee. Dan houden we die nog eventjes als een open iets. Oké, okay, Ben, zijn rechterkaart moet een harte aas zijn. Wie is Ben? Wie is Ben inderdaad? We hebben nog geen Ben. Is dat niet die ene naam? Nee, dat is McDermott. Wie is Ben? Wie is Ben? Zouden ze daar jouw naam voor hebben gebruikt? Weet ik niet. Chef Max, ja. Zou kunnen. Oh my days. Doe maar bij Chef Max ook. Inderdaad. En wat moet hij? Ja, dan ben ik alweer zo weg. Weet ik niet meer. Het is een harte aas. Zijn rechterkaart is een harte aas. Harte aas. Die heb ik. Bij Max. Rechts. Ja. Oké, okay, ja. Die ligt er. Ja, die bordjes kunnen zeker overal zitten. Worm heeft een 10 en een 10. Worm heeft een 10 en een 10. Ja, plaats ze maar gewoon allebei. Dan kijken we zo wat de volgorde is. Volgens mij is zwart rechts. Als ik het goed herinner. Ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Waar zit die worm? Oh, hier. 10 en 10. Ja. Ja, ik ben nu op die verdieping waar jij net was, ben ik aan het kijken of ik dingen kan vinden. Als in bordjes. Jij hebt ook bordjes gevonden, toch? Ja. Jij hebt in elke shulkerbox beneden wel gewoon gekeken? Ja, volgens mij wel, ja. Oh ja, de enige jack op tafel gaat naar Fulus' left hand. Wat is de jack? Ze beweren dat we geen pokerkennis nodig hebben. En dan hebben ze volgens over jack. Wie is jack? Jack poker. What is the jack in poker? Wat stond er nou? De enige jack op tafel is Fulus' linkerhand. Juist. Wat is de jack? Ja, daar staat. Ja, waarschijnlijk het plaatje. Het laagste plaatje. Dus okay. Die heb ik wel. Dat is de harte koning. Is dat het harte laagste queen, plaatje? De harte queen. Oké, okay. dat is zijn linkerhand dan. Van? Oh mijn god, wacht. Fulus? Volgens mij Fulusje. Oké, <Okay. laughs> ze zit erin. Ik weet het niet meer. Ja, Fulus, zijn linkerhand inderdaad. Jeetje, wat een moeilijke. Oh, we hadden hier tips, toch? Oh, maar deze, er zit nog. Oh, in de tafel zelf zitten ook kaarten. Die moeten eruit of zo, of? Ja, in de shulkerboxes bedoel ik dan. Oh, natuurlijk. Daar heb ik een. Ja, dat is dus een mooie. Mooie vervelend. Want ik heb nu ook de schoppenkoningin. Oh, maar deze. McDermott haat een 7 en 10. Hij heeft kaarten die er tussenin liggen. Tussen de 7 ja, en de 10.
McDermott. Even kijken waar hij zat. Meneer Dermat, weet ik veel. Meneer Dermat. Waar zit meneer Dermat? Oh, die zit denk ik hier. Ja, die haat 9 en 10. Of 7 en 10. Ja, dus moet hij 8 en 9 hebben. Ja. 7 en 10. Ja, tussen de, hij haat de 7 en 10. Hij heeft kaarten die ertussen zitten. Ja, ik heb nog een 8. Maar ik heb ook twee zevens. Ja, die haat hij dus. Ja, precies. Dan heb ik nog een aas. Oh, de rechterkaart van Worm is zwart. Ja, die hadden we al. Oké, dat hebben we dus goed. Rechterhand van Fouloes is ruiter 5, staat hier ook weer. Ja, dan blijft er niet heel veel meer over. De rechterhand van Fouloes is ruiter 5. Heb jij die? Mm-hmm. Oké, wat hebben we nou nog over? Klaver aas. Ja. En twee zevens. Kijk, want ik had iets met de zevens. Kijk, had ik hier volgens mij gevonden. Of hierboven. Had ik iets over de zevens had ik gevonden. Volgens mij deze. Hier, na de twee zevens en een ruitenaas komt hier de dame. Dus na de twee zevens en de ruitenaas komt hier de dame. Na de twee zevens en de ruitenaas. Waar is de ruitenaas? Hier. Oh, komt hier de dame. Ja. Daar moet de dame. Welke? Welke heb je? Niks. Maar dat ik is snap denk ik niet. Dan deze. Die... Ja. Want deze wist gewoon niet zeker. Ja, doe die maar hier dan. Ja. Oh, we moeten er... Hoeveel heb je nu nog over? 3. Je hebt er 3 over. Missen we er nog best wel wat. Elke chocobox gecheckt. Ja, ja, in de tafel wel. Oh, maar deze. Ik heb Jack of Diamonds. En ik heb 3 of clubs. Volgens mij hebben we ze allemaal. Nice. Volgens mij hebben we ze allemaal. Dan kunnen we eindelijk het af gaan maken. Ik vind het ingewikkeld, Robin. Ik ook. Nou, de Jack of Diamonds, dat is volgens mij... de Jack... Wat was er nou over de Jack gezegd? De Jack was volgens mij de laatste kaart, toch? Of niet? Ja, klopt. Of niet? Jawel. De Jack is de laatste kaart. Boing. Nee, de River is de laatste kaart. Ja, maar de River is de laagste Jack. Dat werd gezegd? Op Google, ja. Oh. Ik heb een 3. Wat heb jij nog? Ja, ik heb een McDermott. Die haatte 7 en 10. En die wilde alles wat er tussenin lag. Dus 8 en 9. Oké. Wat heb je nog meer? Een schoppenaas. En een... Hé, maar wacht. Max moest de beste kaarten krijgen. Dat is toch deze dan? Je zou zeggen die. Dat is een pair inderdaad. En dan heb ik hier nog een... Wat heb jij nog meer? Ja, dan heeft hij 3 of a kind met aas. Ja, 100%. Heb jij nog een kaart? Harten 7 en schoppen 7. Harten 7 en... Onze beurt. Ik doe het mijne hier en doe jij die voor jou daar. Ja, maar ja. Oh, je hebt er nog 2 natuurlijk. Nee, oké, dat is het niet. Dat zal dan niet specifiek zijn. Ik dacht dat je nog maar 1 nodig... Dat we nog maar 1 nodig hadden. We moeten het nog weten voor... Fouloes, Lahiri... Maar Fouloes had ik een tekstje Maverick. Over. Fouloes had ik een tekstje over gevonden. Ja, dan moeten we die even zoeken. Nou, oh, dat wil ik helemaal niet. De River is de 5e kaart op tafel, inderdaad. Nou, dat zal dan wel die Jack zijn hier. De linkerkaart van... Oh nee, hier staat ook nog de linkerkaart van de McDermott is groter dan de rechter. De linkerkaart van McDermott is groter dan de rechter. Oké, dat hebben we goed. Oh nee, dat moet andersom. Dus dat is 9... En een 8. De linker is groter dan de tweede, of niet? De linker is groter dan de rechter. Oké, zo dan. Zo. Hoppakee. En hier staat Maverick. Iets over Maverick ook nog. Wat is hier over Maverick? Oh nee, dat heb ik al. Dat is met zijn favoriete kaart, toch? Ja. Ja, dat heb ik allemaal. Dat zit goed. Oké. Dat zit wel snor. Lahiri heeft schoppen vrouw en klaver 3. Dat is misschien wel even belangrijk om te zien. Ja, jij hebt 3, toch? Ik heb de klaver 3. Dus die... Hoort bij, Lahiri, die heeft de schoppen vrouw, zegt hij. En klaar voor 3. Hoppakee! Dus die hebben we sowieso goed. Ja, nou, nu maar kunnen we gokken. Misschien moet het nog links en rechts. Nee, maar maakt niet uit. Laat maar gewoon gokken. Tada! Het is fout. Oké, andersom. Tada! Ja, maar we hebben 1 ook goed hebben. Nee, dat klopt. Wat was 1 ook alweer? Oh ja, dat waren die plekken. Ja, oh, trouwens, als we 1 plek fout hebben... Oh, dat is... Oké, laten we dat helemaal dubbelchecken. Ja, dat gaan we even dubbelchecken, inderdaad. Ja, aan het einde, je ziet dat Max hier, is de chef van... Hij zei dat hij zo geïsoleerd mogelijk van de anderen wil zitten. Dat is aan de kopse kant hier. Oh, mijn god, ik zie nu pas dat de kaarten zijn fiches. Fiches? Ja, pokerfiches. Oh, my days. Dat zijn de kaartjes. Dat zie ik nu pas, wat cool. Ja, ik weet het niet. Ja, wat zou kunnen... Ik denk dat we die naam al niet goed hebben. Ja, laten we die even opnieuw proberen. Gewoon voor de zekerheid. 5 misschien... Ja, 7... A's. Oh! Robin, we hebben hem! Was dat hem? Goed! Volgens mij hebben we hem! 5-7 A's. Echt? Volgens mij wel. En nu, waar moeten we nu naartoe dan? Ja, ik weet het niet. Is er een deur open gegaan ergens? Ik ben boven, dus ik zal heel even wachten. We hebben hem! Oh! We hebben hem, Robin!
We hebben hem gehaald. Samen. Oh my days. Wat is dit? Het is een leeg boekje. Helemaal top. Wat is dit? Ja. Goed gedaan, Max en Robin. Ik hoop dat jullie het een leuke map vonden. Ik, JustinGame209 en Lulloid hebben er lang aan gewerkt. Hey, dat is niet waar. Ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben heel veel waarschijnlijk van het internet gedownload. Deze map hebben jullie niet een en al zelf gemaakt, omdat er heel veel Engelse tekst tussen zat. En anders, als dat wel zo was, respect. Maar waarom zit er Engelse tekst tussen hier en daar? Dat was heel apart. We kunnen de kijkers nu een cijfer achterlaten. En in de comments, als ze willen, zou leuk zijn, jongens. Laat inderdaad maar een cijfer achter. Wel rekening mee houden. Wij twijfelen of dit daadwerkelijk een en al door hun gemaakt is, of dat het niet een beetje ook stiekem van het internet gedownload is. Ik ga een tijdje geen map maken meer, ook al heb ik nu vakantie. Ik ga lekker van mijn vakantie genieten en heel veel content fijn kijken vanaf begins af aan. Ik kan niet precies zeggen wanneer ik weer een map ga maken, maar denk pas weer in de zomervakantie, omdat ik dan meer tijd voor zal hebben. Maar jullie mogen laten weten welk soort map jullie willen van mij en Lulloid75. Dan maken we die gelijk als we tijd hebben. Maar dat is pas in de zomervakantie. Robin, wat een afscheid. Ja. Wat een emotioneel afscheid. En ik zit na te denken. Ik zit na te denken wat ik een keer zou willen zien. Ik zou willen zien wij die met z'n tweeën opgesloten zitten in een gevangenis. Ja. Ontsnappen en dan op een piratenschip terechtkomen. Met de kapitein moeten verslaan. Vervolgens stranden, de crash de schip. Stranden we op een onbewoond eiland. Moeten we van het onbewoonde eiland afzien te komen. Ja. Om vervolgens, verzin het, in de grote stad te komen. Ja. En daar de man die altijd worstenbroodjes wilde, die staat daar als douane. En dan gaan we met het vliegtuig naar de andere kant van de wereld, waar we een nieuwe beschaving tegenkomen, een nieuwe soort mens. En daar vallen aliens de wereld aan en die moeten wij verslaan. En dan komen we uit in de ruimte, en daar omdat de aarde ontploft. Omdat de aarde is ontploft. En dan in de ruimte gaan wij een nieuw leven op bouwen en daar eindigt de map. Oké, jongens, als jullie dat, als iemand die map van de kijker voor ons zou kunnen bouwen, zouden we enorm leuk vinden. Nou, enorm leuk. Dan zou ik echt ten eerste heel verbaasd zijn. Ik zou het heel leuk vinden als dat gebeurt. Heel erg hij mag indelen. Hij mag indelen opgekregen. Hij mag indelen, inderdaad. Dat zou helemaal prima zijn. Ja. In ieder geval, jongens, voor nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En dan nu kijk lekker deze video. Dat is namelijk het vorige deel of zo, weet ik wat. Gewoon even kijken, even liken, even abonneren. En nu spreek ik later, glaasje water. Tot de volgende keer.